12 september is de ZZP Boost in Veghel. En dan hebben we Hans van Breukelen als keynote speaker en Benno Diederiks als workshopleider. Dus hoe fantastisch is het dat we de mogelijkheid hebben om alvast met hun wat door te bespreken wat voor jou als ZZP'er belangrijk kan zijn. Dus doe er je voordeel mee met wat we nu gaan bespreken. Benno, wat is jouw talent? Mijn talent? Als ik zo mag zeggen, vind ik het echt heel mooi om bij mensen ongeziene talenten zichtbaar te maken. En hoop ik ook graag te bereiken op deze mooie aanstaande evenement met ons allen. Hoe is dat voor jou geweest? Aangeboren? Toch veel oefenen, veel trainen? Nee, ik heb altijd gezegd ik ben een gemaakte keeper. Okay. En daar bedoel ik mee dat ik denk 70-75% dat ik de keeperskwaliteiten wel had. Maar die laatste 25-30% dat is gewoon door keihard werken, waarin doorzettingsvermogen voor mij eigenlijk ook een talent geweest is. En dan kom je uiteindelijk tot die 100%. Als je heel goed luistert naar jezelf, zeg maar zeggen naar je hart, dan weet je eigenlijk ook wel wat je leuk vindt en wat het best bij je past. En als je die keus dan durft te maken en je gaat je daarvoor inzetten met wel een kopje erbij, dus niet alleen maar wat doen, maar echt gericht met een bepaalde doel en focus voor ogen, ja, dan gaat dat lukken. Wat was voor jou de grootste tegenslag, Hans? Dat was het overlijden van mijn vrouw, mijn jeugdliefde, op 51-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Op het moment dat je overkomt, dan is het vooral een kwestie van hoe de persoon in kwestie daarin staat. Dat was Karen en die had het vermogen om te zeggen, ik wil tot het einde van mijn leven toe er nog een feestje van zien te maken. En ik ga uit van de dingen die ik wel kan. En dan die twee gedachten van kwaliteit van leven voorop en ik stop mijn energie in zaken die ik nog wel kan. Ja, dat zijn voor mij nog steeds inspiratiebronnen om juist om te gaan met tegenslag. Ik word daar stil van. En ik denk dan wel van, je hebt ook zakelijk tegenslag meegemaakt. Maar dan is dat bijna, hoe gek dat ook mag klinken, bijna triviaal. Als je dit vergelijkt met hetgeen wat ik je net heb verteld. Kijk, als ik terugkijk in mijn voetbalcarrière, dan kan ik zeggen, het seizoen 86-87 was een drama. Toen ben ik het Nederlands elftal uitgezet. Ik had het gevoel dat ik achtervolgd werd. Ik speelde ook slecht. En ik werd getypeerd als een geboren verliezer. En zo voelde ik me ook. Ik heb echt met hele slechte gedachten rondgelopen. Maar binnen een jaar heb ik dat kunnen omkeren in het winnen samen met mijn collega's van twee Europese titels, met PSV en Oranje. Dus ik geloof heel sterk in het omdraaien van tegenslag, omzetten in een kans. De meest recente tegenslag, en dan zie je ook weer dat je daar een kans van maakt. Daarom het boek Maak je comeback en het feit dat wij zometeen, Benno en ik, weer op het ZZP Boost event aanwezig kunnen en mogen zijn. Dat was natuurlijk toch de nederlaag die ik zelf heb gevoeld als technisch directeur bij de KNVB, dat het me niet gelukt is om de verbinding te creëren die nodig is en was om het Nederlands voetbal weer op een wat hoger niveau te brengen. We hebben allemaal zo onze kwetsbaarheden. Bij sommige mensen zijn ze zichtbaar. Maar de meeste mensen hebben ook een kwetsbaarheid van binnen. Kwetsbaarheid is voor mij een kracht. Maar deel het dan ook met anderen, want dan kun je vanuit die kwetsbaarheid weer met anderen prachtige ideeën bedenken, voelen, vormen, omdat je daarin elkaar sterker kunt maken. Kwetsbaar is eigenlijk iets waar je zelf mee mag feliciteren. Klinkt misschien een beetje raar. In je kwetsbaarheid ga je op zoek naar je eigenaardigheid. En datgene wat jou heel erg mag typeren. Kwetsbaar is je entree tot durven. En dan wil ik wel uitgaan van mijn eigen kracht. Maar dat vind ik nog niet altijd zo gemakkelijk. Hoe draagt jullie boek Maak je comeback daaraan bij dat ik in mijn eigen kracht kom te staan? Wat is eigen kracht voor jou, Hans? Voor een ZZP'er? Nou, dat is allereerst dat volg je hart, dat klopt. Dat is voor mij een uitspraak van, ik denk van, dat vergeten we nog wel eens. Want je doet vaak van wat jij denkt dat je omgeving van jou verwacht.
Ik geloof heilig dat je een plan voor jezelf moet maken. Want als je geen plan maakt voor jezelf, word je onderdeel van een plan van een ander. En dan kun je daarover zeuren en lopen zeiken. Maar uiteindelijk is het volgens mij, kijk nou veel dichter naar jezelf met een gevoel van, oké, waar ben ik goed in? Wat geeft mij energie? En hoe kan ik die energie met andere mensen delen? Dan heb je al een richting te pakken. En dan kun je dat visualiseren. Dan heb je een bepaalde focus, dan heb je een doel. En dan ga je uit van waar jouw talenten, jouw kracht ligt. En dan is het zover. Je bent ZZP'er. Je bent een nieuwe richting ingeslagen. Hoe sla je nou die nieuwe richting in? Nou, door A, naar dit mooie evenement te komen. B, door te ontdekken waar anderen mee bezig zijn. En ook inderdaad uit je schulp te kruipen in plaats van risicomijter, risiconemer. Ofwel, zoek anderen op en maak vooral samenwerkingsverbanden. Het is één grote netwerkclub in Zuid- en Noordoost-Brabant. En Hans, jij bent ook een nieuwe richting ingeslagen. Ja, dat klopt. Mijn ervaring is dat het de kunst is om af en toe eens even stil te staan. Eén, naar jezelf te kijken. B, naar je omgeving. En zelfreflectie, dat is dan zo'n mooi woord. Dat is voor mij de basis tot succes. Het is wel zo dat je ziet dat nieuwe richting voor mensen iets onbekends is. En dat kan wel een bepaalde angst geven. En dan blijven sommige mensen liever in een oncomfortabele situatie zitten die voor hen eigenlijk wel bekend is. En dat is doodzonde. Want ik geloof namelijk dat grenzen verleggen, jezelf uitdagen, ja, dat brengt gewoon nieuwe elan in je leven. En dat gun ik iedereen. Dat je lekker, lef is het enkelvoud van leven, heeft Karen Bloemen wel eens gezegd. En lef gun ik mensen zo. Voor mij is succes, ik ben een wereldwijde community aan het bouwen voor 1 miljoen vrouwen. Om hun kwetsbaarheid om te zetten naar hun sterke kracht. Als ik die dan verder heb kunnen helpen op hun pad, om hun kwetsbaarheid naar kracht om te zetten, dan krijg ik daar zelf een goed gevoel van. Dat is voor mij succes. Hoe zit dat voor jou, Hans? Ik vind tevredenheid vind ik ook een vorm van succes. Zonder daar vervolgens rustig erbij neer te gaan zetten. Want dat vind ik wel vaak, dat succes mensen gemakzuchtig maakt. Dat heb ik zelf ervaren. En ik zie juist de uitdaging als je succesvol bent. Hoe kun je nog beter worden? Hoe kun je wellicht vanuit succes gaan excelleren? Dat vind ik de uitdaging bij succes. En Benno, wat is succes voor jou? Niet alleen wat is het voor jou, maar wat is jouw grootste succes? Ik vind het geweldig als ik iets met mensen kan die eigenlijk al opgegeven zijn. Ik vind het geweldig om met mensen te werken die niks wordt toegedicht. En toch zeg maar om het te kunnen creëren. Dat vind ik eigenlijk een succes, niet als mijn succes, maar het gedeelde succes. Dat is ook al zo heel mooi. Het mooie is dat we alle drie een apart facet van succes communiceren. Want succes heeft vele vaders, heeft vele moeders, is voor iedereen anders. En daarom ben ik zo benieuwd, niet alleen ik, wij met z'n drieën zijn zo benieuwd naar jou, ZZP'er thuis. Wat is voor jou succes? Hoe succesvol ben je al geweest? En kom dat met ons delen tijdens de ZZP Boost op 12 september in de Noordkade in Veghel.